veel succes zometeen, lieve Gerrit. Op de halve marathon, hè? Ja. Hey, hallo en wat leuk dat je kijkt naar vlog 17. Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik proberen om jou mee te nemen naar mijn allereerste halve marathon ooit, ter voorbereiding op mijn deelname aan de hele marathon in Rotterdam. Ik zit nu in de auto op weg naar Den Haag, maar er is al een hele ochtend van mentale en praktische voorbereiding aan vooraf gegaan. Dus kijk maar even mee. Zo, het is 8:45, zondagochtend 11 maart 2018. Ik dacht, allemaal heel relaxed. Jo en Sofie zijn skiën, ik kan uitslapen. Maar ik ben een potje zenuwachtig, jongen, merk ik. Niet normaal. Hartslag giert. Dus ik ga eerst maar eens een stukje ademhalingsoefeningen doen. Nou, even een update over de zenuwen. Het is wel leuk. De ademhalingsoefening van Sportrusten brengt de hartslag net van 80 terug naar 50. Dus dat is een betere start van de dag. Tijd voor de ochtendweging om te ontdekken of we vandaag veel of weinig kilo's mee moeten sjouwen. Oeh, best wel veel. 87. Meer dan waar we vandaan komen de afgelopen dagen. Het ontbijt is in principe hetzelfde als altijd. We beginnen met veel vocht, glas water, thee, altijd een kiwietje. En dan een bakje muesli gepimpt met wat walnoten, rozijnen, blauwe bessen en, heel belangrijk, volle yoghurt. Daar geloof ik. Goed, vers gedoucht. Tijd om de gear aan te gaan trekken. En het is nogal wat gear. Want het is de generale repetitie voor Rotterdam. Dus hier hebben we de gear en de kleding. Ik loop het even met je door. Allereerst, hartslagmeter. Die doen we vandaag nog wel aan. Die ga ik bij de marathon niet aandoen, denk ik. Maar ik wil vandaag toch eens weten hoe het gaat. Maar daarvoor nog even vaseline. De belangrijke delen. Deze running pouch waar ik mijn telefoon in hou, zodat ik af en toe nog een vlogje kan maken en Strava aan kan zetten. En dit is nieuw. Ik heb vanmorgen besloten, omdat ik ook wil trainen met de voeding voor de marathon, dat ik mijn triathlon startnummer ga meenemen, omdat daar mooi die jelletjes in kunnen. Heb ik eigenlijk niet nodig vandaag, maar straks in Rotterdam wel. Dus ik wil dat ook oefenen. Thermoshirt, lekkere echte loopsokken, lange broek vandaag. Het shirt met het nummer 1496 en natuurlijk de rode Brooks Ravenna 8, waarmee we het moeten gaan doen. Daar zijn we in Den Haag, ruim 5 kwartier nog voor de start, maar dat vind ik wel lekker. Eerst maar eens op zoek naar een plaskruis. Kijk, hier gaat het zo meteen beginnen over een klein uur, startvak 1. Maar nu eerst maar eens even uitzoeken hoe ik eigenlijk hier door die hekken kom waar de ingang van het startvak is. Je begint het al te merken, ik ben een enorme control freak. Ik wil ruim van tevoren weten hoe, wat en waar. Ik sta straks 20 minuten voor die start klaar in dat startvak. Ik zet ook altijd 10 minuten van tevoren mijn Strava al aan, zodat ik daar niet meer over na hoef te denken. Dus, nou ja, en hierachter, zie je? Nou ja, dat zie je eigenlijk niet, je ziet alleen maar plaskruizen. Ik heb hem gevonden. Maar een enorm festivalterrein, dus daar ga ik maar eens even overheen slenteren. Zo, het is 35 minuten voor de start. Tas ingeleverd in wedstrijdgear, dus nu warm blijven. Zoetje aan die kant op. Maar eerst nog even kijken of we het fotomoment van de Rotterdam Marathon deelnemersgroep kunnen vinden. Ja, ik hoor er natuurlijk niet echt bij, want ik loop niet in zo'n groen shirt. Maar toch, ik heb wel heel veel aan die groep en ik ben er heel blij mee, dus ik voel me er toch een beetje onderdeel van. Zo, foto gehad. Nog één sanitaire stop en dan gaan we maar eens naar het startvak toe. Want de klok heeft 2 uur geslagen. Nou zie ik hier dus die pacer lopen met 1.35 en betrap ik mezelf op een hele vervelende gedachte. Ik denk, hé, daar ga ik maar eens achteraan. De groene vlag
die gaat de lucht in. Dus dames en heren, we zitten op 1 minuut voor de start, Jort. Het is gelukt. 4,5 kilometer onderweg. We zitten bij 1,35. En het gaat prima. Ik kan nog zelfs even een vlogje opnemen. Toch? Lekker zo, toch? We gaan kijken of Volker nou. We zijn weer in het kleine bochtje. Tussen de 9 en de 10. Gaat prima. Het is ook brutaal geweest om iets voor de 1,35 meters te gaan lopen. Dat is een stuk rustiger. Toch? We gaan hier de bocht om. Gaan we langzaam richting de kust. Want ja, de pier, daar zijn we naar op zoek. Het is hier 14. Dan gaat het beginnen. Hij moet hier rechts komen, hoor. Waar? Rechts of links? Oh ja! Wow! Doe het mij! Ja, doe! Niks meer te vertellen. Een blaar. Voelt alsof ik een plak rosbief onder mijn rechtervoet heb. Zullen we zo eens kijken. Maar goed. Volgens mij 1,35 en een paar seconden. En de laatste 2 kilometer was het gewoon op. Helemaal op. Ik kon niet eens meer eindsprinten. Zo. Na 2 grote bekers water, 2 AA'tjes, nu een lekker bakkie thee. Hij is er wel. Maar potverdorie, ik moet het er niet aan denken om nu nog zo'n rondje te doen. Dus we moeten maar eens even gaan nadenken hoe we dat 8 april gaan aanpakken. Eerst maar eens even kleren zoeken. Zo, omgekleed en wel. Kwartiertje naar de finish. Ik heb net heerlijk in deze tent even tot mezelf zitten komen. Godverdorie, dat goede gevoel komt nu langzaam wel binnen. Ja, het was wel super leuk, maar ik heb net even naar mijn tijden gekeken. Die laatste 2 kilometer, waarin ik dus voel dat ik niet vooruit te branden ben. Ik kan er bijna geen stap meer zetten. Loop ik nog onder de 5 minuten de kilometer. Dus de power zit er wel in. Maar de afstand, dat gevoel in die laatste 2 kilometer. Volgelopen benen, volgelopen kuiten. Kuiten zijn nu nog steeds een beetje gevoelig. Nou ja, we zullen dit maar eens even laten bezinken. Ik ga eens even naar Scheveningen kijken of mijn ouders kan vinden. Yes,